Hallo Olivier hier. Zoals je kunt zien, mijn Red C-Max brandt nu met blauwe led. Dit is mijn, ja, zeg maar, Red C-Max computertje. Heel simpel, jackkabel. Van mijn jackkabel ga ik in mijn kast. Zoals je het waarschijnlijk niet ziet, maar er staan een subwoofer in en luidsprekers. En hier het belangrijkste, hetgene dat echt alles regelt. Zoals je kunt zien, dat is eigenlijk wat het ervoor zorgt dat het gaat bliksemen. Voilà, dat zijn de led, ziet je? Dus als ik een keer, dat maakt eigenlijk dat alles bliksemt. Redelijk indrukwekkend, zou ik zeggen. Oké, ik zal eens een test geven. Dus, up. Ik ga eerst even kijken. Ik ga YouTube. Ah, ben ik ga het licht even uitdoen. Misschien zie je het niet goed, maar nu is het echt wel donker. Ik ga beginnen bliksemen en toestanden. Ik moet wel even geduld hebben, want het is een filmpje dat ik nog niet heb aangepast, want dat ik wel van plan ben. Eens kijken. Ik weet dat er nu een fameus bliksemtje gaat opkomen. Dus. Leek me eenvoudiger te maken dan een armatuur van duizenden euro's te betalen of te kopen, zeg maar. Ja, deze heeft mij, oh, pakweg, de lidjes alleen, heeft mij iets van een 30 euro gekost. Dat zijn strips. En ja, dat onderste, die, ja, dat geluidsgevoelig schakelaartje, dat had ik liggen. Dus dat is aangesloten op 220 volt. En daar achteraan op die geluidsschakelaar zit mijn transpo van 12 volt, die op mijn lidjes afgeeft. Even een zijaanzicht. Zicht op zich nog niet zoveel. Het is natuurlijk wel indrukwekkender als je het in dicht ziet dan op video, hè. Oké, voilà, zo heb je het gezien. Ja. De groetjes.